Vandaag vindt er een proef plaats met een van onze nieuwe taxibots. Schiphol heeft 2 van deze voertuigen aangeschaft om het duurzaam taxiproces te gaan testen. Ja, met het normale proces wordt een vliegtuig krijgt een pushback en moet daar direct al bij achter de gate zijn motoren starten en het hele eind op eigen motoren naar de baan taxiën. Met deze taxibot is dat niet nodig. Gaat het vliegtuig wordt naar de baan gebracht en kan daar pas zijn motoren opstarten. Tijdens deze test gaat de taxibot het vliegtuig helemaal naar de baan brengen en vanaf daar gaan we ook weer terug om het vertrek en het aankomende proces te testen. Door het gebruik van de taxibot halveert gemiddeld het brandstofverbruik van taxiende vliegtuigen. En door deze besparing verminderen we enorm het uitstoot van de vliegtuigmotoren. We doen dit niet met de normale pushback truck. Met deze taxibot kunnen we op normale snelheid taxiën. En het wordt ook gewoon bestuurd door de piloot zelf. Dus die kan zelf sturen met het neuswiel en zelf afremmen met zijn eigen remmen. En daardoor lijkt het zoveel mogelijk op het echte proces. Ja, we willen het taxibotproces voor alle taxiende bewegingen, willen we dat dat de standaard procedure wordt op de luchthaven. Maar we hebben nog veel te testen, nog veel te leren en waarschijnlijk ook aan te passen aan infrastructuur. Maar dat gaan we de komende tijd allemaal ondervinden.